Good thing that front door was unlocked. Let's take some pictures. Wait, I think the stove with jars is in this room. I need to take a picture of that before I can go on. Yeah, maybe take another picture. Yeah, maybe take another picture. Looks like the electricity is still working. Wait, I think the stove with jars is in this room. I need to take a picture of that before I can go on. I don't know. Oh, I don't know about that one. Yeah, maybe take another picture. Oh, I don't know about that one. I don't know. Yeah, maybe take another picture. Yeah, maybe take another picture. I don't know about that one.
Yeah, maybe take another picture. Yeah, maybe take another picture. En dat is dan gelijk wel aan noemen, hè, acquisineren. Dat is echt zo'n stof dat je moet mee koken, hè. Want veel werpte geeft in. En dat is dan gelijk wel aan noemen, hè, acquisineren. En dat is dan gelijk wel aan noemen, hè, acquisineren. I don't know. I don't know. I don't know. Was that the wind, or did somebody just shut that door? Oh, it's getting dark in here. I should turn on some lights. Yeah, maybe take another picture. Oh, these old stairs really aren't made for somebody my height. Yeah, maybe take another picture. I don't know about that one. Oh, I really hope it's not blood on the table. I don't know about that one. Yeah, maybe take another picture. It looks like squatters have been living here or something. Yeah, the graffiti might be amateurish, but kind of like. Cool picture. Yeah, that'll work. En wat sliepen nou ouders? Ah, die sliepen in de schoenkamer. Omdat, maar geen slaapkamers genoeg. The sun's under already. I need more pictures though. Dat was een schoenkamer.
En dat is toen een Leuvense stoof in. Daar kan rond zitten. Zo langwerpig met een pot en dan je voeten kan opzetten. Maar de Leuvense die kan echt een plets verwermen, hè. Maar dan geen chauffeurs, hoor. Yeah, the graffiti might be amateurish, but I kind of like it. Cool picture. En dat, ons Bertha, dat was echt een moeder voor de kinderen, hè? Dat is echt zo. Maar dat was een film. Oh. En dat was geen kapsel, hoor. We kwamen vragen. Als er iets was, dan zei onze vrouw altijd, dat moeten we dan vragen, hè. Ons Bertha, die regelt dat. En onze vrouw kwam ook af en toe bij ons helpen. Ja, dat zal. Als het was en zo, ja. En in een tour, ja. Ik ben met onze vrouw getraad. I don't know about that one. I don't know. Yeah, maybe take another picture. I don't know. Yeah, maybe take another picture. I don't know about that one. I don't know about that one. Yeah, maybe take another picture. I don't know. Op mijn 15 word ik en als Bertha was er op de 16. Wel hoorde het. Als René was de naaste dan, maar was dan een jongen, maar wel als meisje. 15 en 16 jaar. Rick moest dan 15 wonen. Ik zat in mijn laatste schooljaar, maar ik heb het niet meer te doen, hè. Yeah, maybe take another picture. I don't know about that one.
I don't know about that one. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Maar Willem had er twee paarden, hè? Dan loop er ook, hè? Ja. En een schoen, hè? Zeg, daar reek ik mee, hè? Loop er. Ah, dat was een wasvat met een trouwan, hè? De eerste die er waren, hè? Toen worden er nog geen hele trekken, hè? En als Bertha ging de was altijd ophangen, hè? Even though the house is filled with these crosses, I'm pretty sure they had a lot more back in the days. I think that's Saint Dimpna. Yeah, if I remember correctly, she's the reason why the people of Hale would take in the mentally ill and care for them. Just wish I had some audio of my grandmother talking about that. I don't know. I don't know about that one. I need to take more pictures before I can head out. Wow, that was a lot of useful stuff still in here. Ik ging ik altijd mee hoor en zo. En ik zei tegen onze paps, zeg maar, zou ik toch ook wel eens een velo willen? Dan heb ik nog geen velo. Hoor ik toen 16, 17 jaar zeker. Ja, reg, ik krijg een velo. Als je daar eens mee hoort, zullen we wel zien. Reg, ik heb met onze paps dan een velo kopen. Dan word ik blij, dat zeker. Those flowers are dying, but they can't have been here for a long time. I wonder who brought them in. Dat was schoon, papa, dat was maar voor de schoenigheid. Dat weer niet mee gespald. Ja, bij hem hebben we dat ook heel serieus, hè. Toen lagen we zo'n winkelschrift van spalgoed, hoor. Zeg, we hadden niet veel tijd voor te spelen, want... Moesten werken, hè? We waren de oudste en de grootste. Ik en ons Bertha.